Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is nog steeds herfst, zoals je buiten vast al hebt gezien. En wat past er nou beter bij dan een heerlijke appeltaart? Die ga ik dus vandaag maken. En ben je nou benieuwd wat je allemaal nodig hebt voor deze appeltaart? Blijf dan zeker kijken. Voor het deeg heb je nodig 200 gram koude boter, 300 gram bloem, 175 gram witte bastardsuiker en een ei. En verder heb je nodig appels, een ei, 2 theelepels kaneelpoeder, een snufje zout, 2 eetlepels paneermeel en wat rozijnen. Het deeg maak je als volgt. Je doet de boter in de kom en die maak je in blokjes. Als je dat hebt gedaan, dan mag de bloem erbij. Ook mag er een groot deel van de suiker bij, dus ongeveer 150 gram. En ook het ei mag erbij. En dit meng je dan totdat het een mooi deeg is. Dit kun je doen met je handen, maar ik gebruik liever de machine daarvoor. Verdeel vervolgens het deeg in 3 gelijke stukken. Wanneer het deeg in 3 stukken is, kun je de springvorm van 24 centimeter erbij pakken en kun je die helemaal invetten. Ik heb er trouwens voor gekozen om ook een bakpapiertje onderin te doen. Dan pak je 1/3 van het deeg erbij, maak je een mooie bal van. Die leg je in je bakvorm neer en die verdeel je dan over de bodem. In het begin kan je denken, dat is toch nooit genoeg voor de bodem? Maar als je eenmaal bezig bent, zul je zien dat het reuze meevalt. Als de bodem erin zit, pak je het volgende stuk en daarmee ga je de zijkant bedekken. En dan maak ik het een beetje plat, dat het naar boven toe gaat. En ook dat het mooi aansluit en je geen naadjes meer ziet. Het deeg staat in de koelkast, dus ik verwarm alvast de oven voor op 180 graden. En dan ga ik door met het schillen van de appels. Als de appels allemaal zijn geschild, snij ik ze in 4. En daarna snij ik ze allemaal in blokjes. De blokjes hoeven niet in al te kleine stukken, want dan proef je straks goed de appel. Zodra de appels allemaal gesneden zijn, pak je het deeg er weer bij. En dit bestrooi je met een beetje paneermeel. En dit is voor het vocht dat uit de appels komt. En daar overheen verdeel je dan de appeltjes. Daar overheen strooi je dan wat rozijntjes, die heb je van tevoren laten wellen in lauw water. Daaroverheen strooi je de bastardsuiker. En ik doe dat met een zeef, zodat je het redelijk goed kunt verdelen. En dit probeer je hetzelfde te doen met de kaneel. Nou, ik vind 1 theelepel wel voldoende. Dan is het tijd voor het laatste beetje deeg. Daar maak je dan dunne sliertjes van. En die verdeel je dan over de bakvorm heen. En als laatste gebruik je het tweede ei om de taart mee te bestrijken, zodat hij straks een mooi korstje krijgt, een mooi bruin laagje. En zo is je taart klaar om in de oven te gaan. Hij gaat voor ongeveer een uurtje in de oven. De taart is inmiddels uit de oven en het ruikt heerlijk. Hij is nog niet helemaal afgekoeld, maar ik ga hem toch aansnijden, want ik wil hem heel graag proeven. Nou, daar gaat hij hoor. Ik ben echt super benieuwd hoe die smaakt. Ik ga hem gauw proeven. Yummy! Dat is echt weer heerlijk.
Ik proef wel een beetje dat ik het zout ben vergeten. Maar voor de rest, hij smaakt perfect. En wat er ook perfect bij is, is een heerlijke chocolademelk. Dus ik ga deze heerlijke appeltaart opeten en de chocolademelk lekker opdrinken. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken en dat je deze taart ook zeker mee gaat maken. Laat het dan even weten in de reacties als je dat gaat doen. En hopelijk zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doei!